Dus hoe hoorde je dat er wat mis was met de bus? Nou, we werden vanochtend wakker en we gingen met z'n allen naar het ontbijt. En daar werden we eigenlijk verteld van ja, de bus is in de brand gestoken vannacht. Dus ja, dat hoorden we toen bij het ontbijt. Is dat dan toch schrikken? Natuurlijk, ja, je baalt even. Het is even een momentje van een shock. Maar ja, gauw werd ons verteld dat het altijd wordt goed geregeld. En gelijk de organisatie erbovenop. En zeggen we hebben gelijk vervangend vervoer geregeld. Dus ja, uiteindelijk is het even kloten, maar het hoort erbij. De perschef die zegt dat ja, er zijn wel wat helmen, wat schoenen, ook letterlijk in de rook opgegaan. Ben jij eigendommen verloren? Ja, ik heb hier mijn schoenen. Ik moet zelf schoenen pakken uit de auto. Ja, mijn staan altijd achter in de bus, want dat is een beetje mijn plekje. En achter in de bus, daar is de brand begonnen, dus het is eigenlijk allemaal verloren gegaan. Ja. Je moet dan met deze ene paar schoenen dan de Vuelta maar gaan uitrijden? Nou, ik had gelukkig twee reservepaar. Elke auto had altijd één paar reserveschoenen, dus ik had er nog een eentje extra. Maar goed, ideaal is het niet, maar als dit het tegen moet houden, dat zal het zeker niet gaan gebeuren. Hoe werd er onderling met de renners over gesproken? Ja, eerste moment is het een beetje van, wat is er aan de hand, wat gebeurt er en wat gaat er komen. Maar goed, snel moet je knop omzetten en dan realiseer je toch, we zijn in de veld en de koers wacht op niemand. Dus je moet gewoon door en dat is eigenlijk heel simpel, gewoon de knop om en gaan. Dat maakt dan je eerste grote ronde, geeft dan toch nog een extra dimensie met zo'n avontuur er nog bij. Goed, ik had het liever op een andere manier gezien en wie weet komt dat nog, maar we zijn hier niet om ramptoeristen uit te hangen. We willen hier presteren en dat lukt aardig goed. En we doen mee en goed, we worden niet bij de allerbeste teams, maar we gaan zeker laten we onze neus zien en dat wil ook zeker die lijn doortrekken. Normaal zijn natuurlijk die ploegbussen helemaal ingericht op een wielerploeg zo ideaal mogelijk te vervoeren. Mis je veel aan nu je in een normale touringcar zit? Ja goed, het is gewoon alle gemakken voorzien eigenlijk en een beetje meer relaxed. Je hebt een koffieapparaat, je hebt je toilet en je hebt een douche en je hebt al dat soort dingen. Het is allemaal gewoon prettig opgesteld en nou moet je een beetje improviseren en met de voeding en al dat soort dingen. En er staat een koelkast met allerlei soorten voedingen wat je nodig hebt, dat kan je pakken. En nou is het een beetje van ja, je moet zorgen dat je het mee hebt en het is even anders. Maar als het goed is wordt het zo snel mogelijk weer vervangen door een andere bus.